Linda de Mol keert weer terug met de welbekende show Ik hou van Holland, maar lijkt de kijker niet langer in haar greep te houden. De vraag reist of het format nog steeds relevant is of dat het publiek er inmiddels bij in slaap valt. Volgens sommigen is het laatste het geval. Stomme zondag. In Hilversum staat Linda de Mol bekend om haar herhaling van bekende formats zoals Ik hou van Holland en Miljoenenjacht. Het gebrek aan vernieuwing lijkt zijn tol te eisen, met een matige start van het nieuwe seizoen van de panelshow op SBS 6. Tina Nijkaamp, voormalig programmadirecteur van De Zender, uit haar verbazing over de tegenvallende kijkcijfers. O jee. Voor Linda de Mol een hele stomme kijkcijferochtend, meldt ze op haar analysekanaal. Niet eerder scoorde ze zo laag met de eerste aflevering van een nieuw seizoen Ik hou van Holland. Slechts 677.000 kijkers. Het marktaandeel van 10,5% in de commerciële doelgroep 25 tot 54-jarigen is teleurstellend volgens Tina. Vorig seizoen startte ze met een ook al niet te hoge 746.000 kijkers. Zelfs haar tijdelijke vervanger Rob Kemps behaalde ooit nog een lager aantal kijkers met 606.000. Tina herinnert eraan dat de beste start van Ik Hou van Holland met Linda op 26 maart 2011 plaatsvond, met maar liefst 2,711 miljoen kijkers. Ondanks dat Ik Hou van Holland dit seizoen weer op het vertrouwde tijdstip staat, lijkt het niet opgewassen tegen de concurrentie. Linda staat nu tegenover haar eigen oude programma, Weet ik Veel, gepresenteerd door Bo van Erve Dorens, die met 817.000 kijkers beter scoorde dan Linda. De grote winnaar van de avond was echter Wie is de Mol met 2,129 miljoen kijkers.